zitten aan beide kanten. En het is eigenlijk een beetje, wat je pakt, is de flow van de achtste cirkel. Oké, de flow van de achtste cirkel. Gewoon doen. 1, 2, en je komt naar voren en je duwt je schouders in. Nou, pas van met je schouders trekken en je alleen hand nodig. Dus hij pakt vast, ik cirkel, 1, 2, en ik stap naar voren. En we staan zijn daar om te horen. Daar. Gebruik daarbij niet die arm. Niet verkeerd, je gaat niet 1, 2, 3, 4. Je bent de hele tijd alleen maar met de arm bezig. Juist niet. 1, 2, 3. Je moet weer los naar het lichaam. Het midden van het lichaam. Je moet de armen weer wijden. 1, 2, opvangen. En uitzetten. Naar links. 1, 2, opvangen. En uitzetten. Zet je omheen. Zet jezelf rechtdoor. En wat we zo gaan is de flow. Dus, veel. 1, 2, 3. Met de hele tijd angst.
die er dan gebruikt. Die helemaal niet zo heel erg sterk zijn. Maar eigenlijk aan een boom wat ontspannen naast je hangen. En hij pakt hem vast en is dan toch een boom pakken. Dus ik ga gewoon stukken. 1, 2, 3. Dus doe helemaal niet stuk. Heb je dat water? Dan dus gaat een beetje denk van, hé, weet je wat? Voel hier, wil ik eerst aantrekken. Ik gooi het een beetje vorm in mijn hand. Dan is dat soms makkelijker. Maar eerst gewoon rustig instappen. En waar doet haast jezelf tegen de juiste positie neer te zetten? Dus hier 1, 2, achterom, 3, 4. En nu moet staan. Als ik voor het eerst het in idee doe, 1, 2, en ik sta nu hier, dan wil niet op. Ik begin hier en ik stap van daar en dan doe ik daar. Want er zijn die juiste doe ik wel steeds. Maar goed, maar weer is tegen het juiste moment daar staan waar ik moet staan. Dat bedoel ik ook met het vinden van de ideale lijn. En natuurlijk, er is een soort van flowlijn in dit dingetje. Van 1, 2, 3, 4. En daar ga je ook, en je wil je aangebruiken met je up en down. Dus bijvoorbeeld, wel op de weerstand zit met je lichaam. Dus zeg maar, down, een beetje omhoog. Down, omhoog. Nou, dus dan komt er een golf om in de techniek te zitten. Daarmee, door die golf in te brengen, houden we makkelijk scherp in op zijn tenen. Maar het kan best handig zijn om daar wel een beetje die arm bij te gebruiken. Een beetje naar beneden, een beetje omhoog, naar beneden. En dan heb ik hier die vraag aan de voor. Ja, een beetje duwen is prima. Maar alleen op een punt waar dat kan, als hij hier staat, ik ga nu duwen, dat wil niet. Stel ik hier al op zijn tenen staan en aanwezig te duwen, ja prima, kost het dan toch geen extra volgende is op links pak rechts, dus parallel vastpakken. We beginnen gewoon met de normale, op de golf. Hij kan naar beneden. 1, 2, 3. Dat is in één keer. Dan doe ik nu weer zo'n duizend een golfje in, naar beneden, een beetje omhoog, naar beneden en laat meteen een arm lopen. Dan doe ik zeg maar nu voor de nummer 11, power pivot. Dus nummer 11 gewoon is 1, 2, of laat je tegen je arm aanlopen en dan gebeurt het hier eigenlijk ook 1, 2, op en meteen dan. Ook nu draait het allemaal weer, hey, eerst rustig met die arm, dus niet beginnen van naar beneden halen, maar raak ik wel weer kwijt op. Arm gewoon rustig dragen en op de juiste positie staan. 1, 2, 3. Het is allemaal met positie, juist om je stappen te maken en bewegen vanuit je core. En je arm heeft niet zoveel te doen, dus je hoeft helemaal niet 1, 2, 3. Dit, gewoon 1. Goed wegstappen. Eén hand gehad. Kruislinks. Eén hand gehad. Parallel. Nu twee handen. Eén. Hij past stevig vast. Wil je even iets meer energie van hem om te werken? Wat je doet. Kijk, ik ga een klein stukje achter staan en leunt er eens op in. Dus leuk. Kijk, nu leunt je op mijn arm in en dan voel ik heel duidelijk. Wat hij heeft. Dat is voor de oefening. Kijk, nu heb ik heel veel energie van hem om mee te werken. En dan wordt de techniek 1, 2, en eindelijk van naar beneden en uit laten rollen. Dus er zit geen techniek vast of zo. Maar vooral die flow techniek, het werkt zo lekker wanneer hij er inderdaad heel veel energie in stopt, wat ik vervolgens mee kan sturen. Als daar kun je niks. Dat is ook geen aanval. Dus als je mij zo vastpakt, dan denk je van, hé, wacht, ik wil aankomen. Als je me gewoon zo vastpakt, dan denk je van, ja. Hé, hey, of dan ooit, wel, dan roep je niks. Of, dus hij pakt stevig vast en stop er maar wat energie in. En probeer dat dus te werken. Belangrijk is het ontspannen van je schouder. Wat gebeurt vaak ook maar als iemand pakt vast en je krijgt dit. Die verkramping hier, en dat is juist zo verhaalbaar. 1. Ontspannen dus. Schouder, ontspannen. En dan in. Wegdraaien vanuit je heup. 1, puur geven, dan naar beneden toe. En dan zeg ik heel kort. 1, en dan zie je het vaker. Dus 1, 2, 3. En
dan alleen dat je probeert een beetje op zijn tenen te houden. Maar pas dan weer op. Die zet je niet met je arm. Eén. Dat je dit zet, dus dan heb je een arm weg. Dat is de bedoeling. Dat je dit maakt. Eén. Twee. Twee handen. Twee. Volgen. Hij pakt weer. In eerste instantie is het lekker als je stevig pak. Eén. Waar je eigenlijk naartoe wil, is deze. Dus uit evenwicht, opvangen en opeens en ik kan op de ene en op de andere gaan. Maar doen we niet alleen. Zo, zit eerst cirkel. Dus die gaat in, die naar buiten. Eén. Belangrijk is om hem op zij te zetten. Als ik alleen maar 1, 2, 3 stappen hier recht voor me, ik wil die maar door hem opzij zetten. Eén. Met de jokje pak ik op mijn rechterschouder. Dus hij gaat in. 1, 2, 3. En die op mijn rechterschouder. We doen dezelfde beweging. 1, 2, 3. En pak ik hem op mijn linkerschouder. Deze vinger dan. Ja, hier heb ik het nog even. Jij denkt, nee, dat is handig. Ook nu weer. Als hij steeds vastpakt en van flink veel energie erin stopt, kun je hem ook gewoon naar 1 en 2 laten komen. Op. En aanvallen. Dus ik vind die cirkel in het begin lastig. 1 en 1. En je kan ook niet gewoon van 1. En nu ga ik cirkel en dan gaat hij wel mee. Het moet wel eerst uit de balans gebracht worden. 1. 3. En. Je voorhand en komt hier voorlangs, dus niet hier, maar 1, 2, 3. Goed opzij. Wat je hier ook wel in terug ziet en daar gebruik ik eigenlijk voor, is Shilambol, dus de harmonie techniek 1. Niet letterlijk, maar je kan eigenlijk nog steeds even aanzetten. 1, en je zit te slapen. Dus een vrije interpretatie van de roei. Dat vind ik 1.